Yo mensen, ik ben Jeroen Ekerkraft. Dan gaan we verder met Kodaas 5 Vol, deel 51. Hoi, hallo, welkom. Vorige deel 50 kregen jullie een world save. En ik heb deze kamers niet ingericht. Helaas. Niet ingericht. Waarom niet? Nou, ik verveelde me niet zo erg. Ik wou bijna zeggen, ik verveelde me niet. Ik heb me een klein beetje verveeld. Dat heb ik wel het gebouwd. Ga ik jullie laten zien. Want, kut, ik heb niet genoeg levens. Shit. Dan gaan we hier even rondturpen. En praten over hoe mijn leven is, hè. Ik heb namelijk net op Twitter gevraagd van... Hey, leuk onderwerp om over te praten in mijn nieuwe Kodaas Survival. Dit is trouwens het eerste wat ik op na de vakantie. Mijn haar zit voor geen meter. Had je waarschijnlijk al gezien. Het regende vanochtend en toen ik naar huis fietsen regende. In ieder geval, dit is het eerste wat ik op na de vakantie. Het is vandaag... Dinsdag. Is het dinsdag? Is het dinsdag? Het is dinsdag. Het is dinsdag 26 augustus om 4 over 8 s'avonds. Ik heb een shader pack zoals je ziet. Ik zal hem op waarom klik op E? Option shaders. Doctor. Je kan lezen. Mooi. Wauw. In het donker is het heel donker en in het licht is het mooi licht. Dat noem ik een soort win-win situatie. Ja, ik ga eventjes kijken op Twitter wat de dingen zijn. Waar ik over moest praten. Maarten, oorlogvoerend, zegt... Hey Jeroen, praat eens over broodbeleg. Nou, dat zal ik eens doen, maar eerst ga ik van die toren afspringen. Woppakee! Ik overleef het en dat vind ik awesome. Dat is awesome. Praat over je favoriete broodbeleg. Nou, mijn favoriete broodbeleg, mensen, is... ik heb geen idee wat mijn favoriete broodbeleg is. Ik zou zeggen... Fuck. Oké, ik ben los. Dit is trouwens ook nog weer gedeeltelijk gecheat, gedeeltelijk legit gebouwd. Voor mij zijn 5 trapjes legit of zo, en de rest is allemaal gecheat. I don't know. Ik ga sowieso nog legit die de achterkant even inmaken. Misschien wat lampjes. En dan ga ik wat mensen uitnodigen om hier onderhuisjes te bouwen. En dan krijgen we hier een soort van stadje. Dat is mijn idee bij deze wereld. Maar mijn brood, mijn favoriete broodbeleg. Serieus, maat, is dat echt wat je wil weten? Ik denk kaas of chorizo. I don't know. Soms heb ik ook wel zin in iets simpels als pindakaas. Weet je, het stinkt als een tering, maar het is wel gruwelijk lekker af en toe. Weet je, dat ook weer van mij. Dus ik heb, als ik zin heb in iets makkelijks, pindakaas. Anders denk ik kaas of chorizo. Brood is sowieso niet echt lekker, naar mijn mening. Soms eet ik meestal kruiseli of cornflakes of zoiets. Weet je, dat is wel tof. En als ik thuis omheen maak ik wel soms wat tosties. En dat is wat ik eet. Op school eet ik brood of ik koop het in de kantine. Wat trouwens tegenwoordig heel anders is bij mij. Ik heb namelijk, ik zit op een nieuwe school. Oh my god, jullie zag waar ik op school zat. Waarschijnlijk zag ik er helemaal niks van. Maar we hebben dus op het schoolpas wat ik net liet zien. Waar je op geld moet opwaarderen. En ik doe eventjes dit omhoog zodat ik zie of alles goed gaat. Maar dan moet je dus geld opwaarderen en dan kan je dus daarmee alles betalen. Puur omdat ze lui zijn. Ze hebben dus gewoon een paar automaten neergezet. Pleur je pasje in, pleur wat geld in. Dan komt er geld op je pasje te bestaan. En dan kan je met de pasje printen. En alles betalen in de school. Dus dat is leuk. Volgens OBS heb ik 30 FPS. Chill. Ik denk deze video trouwens voor het eerst om het OBS. Laat weten wat je ervan vindt. Of het zo goed is. Ik heb nou wel een 16.9 webcam. Yes. Ik heb ook het gevoel dat hij hier scherper is. I don't know why. Maar hij is scherper. En dat is mooi. Ben ik heel blij mee. Verder, laten wij dit weg gaan halen. Die gaan we lekker ergens anders bouwen bij mijn andere huisje. Heb jij ideeën waar ik over kan praten? Of dingen die ik kan bouwen? Laat achter in de reacties. We gaan een paar dingen aanpassen. Ik heb over een... deze shader pack is gewoon super vet met de lens flare. Hier. Oh, je ziet hem niet. Hier. Die hoek. Je ziet hem over het huis heen gaan. Weet je, over die hoek van het huis. Super vet. Maar ik ga een paar dingetjes veranderen. Deze farm gaat waarschijnlijk helemaal weg. Nee, ik kan hem ook gewoon laten staan. Gewoon dikke jolo. Deze muur ga ik wel verplaatsen. Challenge muur ga ik meenemen. Naar mijn andere huis. Kut, ik heb die knollen niet veranderd. Wacht. Options. Controls. Sprint. Zoom. R. Done. Dat vind ik zo chill. Dan zoom ik veel chill. Zo. Mitchell. Olaf. Louis. Jordi, Kevin, ja, die ga ik meenemen. Dat ga ik meenemen naar een andere plek.
Yes, ga ik wat vaker mensen uitnodigen. Ik ga waarschijnlijk heel Team Edeldier doen. Dus voor de mensen die niet weten wie ik daarmee bedoel, ik zal het groepsgesprekje van Edeldier plus aanhang bijhalen. Dus het worden dus Emiel, Jurgen, niet Edeldier Jurgen, maar andere Jurgen. Dan komt Mark in het lijstje. Dan komt Stefan. Dan komt Wouter. Jim. Dan Jurgen Edeldier. Dan Mike. En dan Wesley. Dus die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mensen wil ik er sowieso in hebben. Oh, dat zijn precies met 10 met mij erbij. Dat is wel awesome. Maar die 9 mensen wil ik sowieso even in mijn stadje hebben. Wil ik ze mooi een huis laten bouwen. Dan kan ik verder nog wat andere YouTubers gaan uitzoeken. Want ik wil sowieso Jordi er ook nog even in hebben. Darkje. Misschien wat kijkers. Er zijn een paar hele toffe mensen, heb ik gezien. Bij een Pokémon video reageert iemand van, oh, je bent echt een mongol. Reageer de kijkers van, volgens mij maak je typfout. Hij is namelijk fucking awesome. Ik zeg van, what? Echt heel vet om zo'n reactie te kunnen krijgen, weet je. Dat is ook iets wat ik heel chill vind van mezelf. Negatieve reacties doen me niks. Maar positieve reacties maken mijn dag echt 10 keer beter. Daar ben ik heel blij mee dat ik dat heb. Volgende onderwerpje. Want broodbeleg heb ik verteld. Hoe je nu met YouTube staat. Nou, YouTube is een programma. Dat kan niet echt staan. Oké, kut grap. Super tof, weet je. Ik heb die 300 abonnees lekker in de pocket. Hartstikke blij mee. Ik hoop natuurlijk ooit een keer 5 miljoen abonnees te halen. Dan attracteer ik iedereen op taart. Als ik 15 abonnees heb, dan verdien ik ook hartstikke veel geld eraan, weet ik. Je kan namelijk ongeveer kijken hoeveel je verdient door de views gedeeld door 1000 te doen. En dan heb je het aantal euro's, ongeveer grove schatting. Dan heb je ongeveer hoeveel je verdient. En met 5 miljoen abonnees zal iedere video wel 1 miljoen weergave krijgen. Nou, dan heb je per video wel 1000 euro. Dat is dan gewoon in een dag, hè. Heb je in één dag 1000 euro met je video. Maar op een dag krijg je veel meer dan dat binnen. Dat weet ik ook heel goed. Want mijn video's krijgen ongeveer... Het is het 20 weergave of zo. Maar per dag komen er ongeveer zo'n 50 tot 100 views erbij bij de totale weergavebalk bovenaan. Dus ja, dat is ongeveer zo'n 5 keer dat. Dus dan heb je in één dag ongeveer 5000 euro verdiend. Nou, daar kan je best wel veel taart van kopen, hoor. Daar kan je best wel veel taart van kopen. Dus, dat is dat. Maar in ieder geval hoe je nu met YouTube staat. Super tof. Super toffe mensen die reageren. Super tof abonnees. Echt waar. Heel blij mee. Hetgene waar ik op het moment het meest blij mee ben is dit. Moet ik even oppassen dat niet mijn adres in beeld komt. Want dat is niet mooi. Ik kan gewoon met de achterkant. Dat is veel makkelijker. Dit. Dus één kijk die nu meteen denkt van, oh my god. Dat is mijn brief. Dit is fanmail. Mijn allereerste fanmail. Ik heb er net al in gespeakt. Er zitten een paar tekeningen van Growlithe in. Mijn favoriete Pokémon. Yes, dat is een tekening van mij in. Fucking awesome. Komt binnenkort een video op Kodaaf. Misschien is hij al online. I don't know wat ik doe. Ik zie het allemaal wel, weet je. Ik zie het allemaal wel. Dus dat is dat. Dat is super vet. Wat ik met YouTube sta. Dat is super vet. Ik heb op het moment vele malen meer plezier dan in het begin. In het begin was het zo van, ik probeer het even. Kijken of het wat is, weet je. Ik zie zoveel mensen doen en het lijkt makkelijker dan het is. Dat moet je er wel echt bij zeggen. Waarom is mijn DP zo hoog? Juist. Het lijkt vele malen makkelijker dan het is. Want soms is het heel moeilijk en soms kan het extreem veel tijd in beslag nemen. En hier is het heel donker. Moet ik niet hebben. Het is vet. Het is soms moeilijk. Het is vet. Nu heb ik het veel meer onder de knie. Met school heb ik doorgegeven dat ik eerst 10 weken geen huiswerk heb. Fuck yeah. En ja. Ja, ik kan ook eventjes knallen met video's. Er komt een nieuwe serie op Edeldier. Jullie weten waarschijnlijk al wat het is. Ik niet. Ik heb de poll. Ik ga jullie live vertellen wat de poll zegt. De poll zegt op het moment... 16 stemmen, 15 stemmers. Dus iemand heeft 2 keer gestemd. Oké. Vers. 13%. Amnesia The Dark Descent 38%. The Walking Dead 25%. En anders 25%. Dus het wordt waarschijnlijk Amnesia. Die heeft de meeste stemmen. Daarna The Walking Dead.
I don't know of het vers is of anders. Voor mij is anders namelijk allemaal verschillende dingen. Dus dan staat vers op één na laatste plaats. Wat ik heel jammer vind, want vers op zich is super vet. Best vet. de reacties metro. Nee, die kan mijn computer niet aan. Noor, dankjewel. De eerste lijkt me epic. Dankjewel, Noor. Dankjewel. Ik ga gewoon live reacties behandelen in mijn video van een gast. Jeroen, wat ben je allemaal aan het doen? Wat ben je aan het doen? Ik heb geen idee. Ik heb er in ieder geval heel veel plezier in, merk ik. Nou, dit heb ik echt gemist. Nou, 6 weken vakantie. Weet je, het is lekker 6 weken vakantie, maar het is niet. Ja, je mist het, het opnemen. Ik mis het opnemen. Ik miste het opnemen na 1 week vakantie. Joh. Ik meen het. Dit is echt mijn uitlaatklep. Mijn lol gaat hierin. Dit doe ik gewoon echt puur voor de lol. In ieder geval, we zijn 10 minuten bezig en we hebben bijna het huis aan het turpen. Maar ik heb niet verteld wat ik met het huis wil doen. Want dit huis gebruik ik bijna niet. Dus ik zat eraan te denken, en ik wil jullie mening hierbij hebben, om van dit huis de bovenste verdieping gewoon af te slopen. Die enchantment table aan die boeken mee te nemen. Dan, en de andere stad serieus bouwen. En dan hier een hele grote penis van te bouwen. Ik bedoel, er zijn zat YouTubers die zeggen dat ze penissen bouwen. Of die in Creative wilde penissen bouwen voor de grap. Maar wie heeft in een serieuze. Oké, dit kan je niet meer serieus noemen als er een penis staat. Maar wie heeft er in een survival wereld van zijn huis een penis gemaakt toen hij er wegging? Ik kan zo niemand opnoemen. Als jij iemand kan opnoemen, laat hem achter in de reactie. Dat is een baas. Die ga ik gewoon. Ga ik gelijk opzoeken. Laat trouwens ook in de reactie achter onderwerpen en gebouwen. Voor mij heb je dat al gezegd. Maar heb ik dat in het begin al gezegd, Jeroen? Je raakt een beetje in herhaling. Of je de map van aflevering 50 hebt gedownload. Als je dat doet, maak er een video van. Ik ga hem kijken. Dat lijkt heel erg op Suburban Gameplay. Doet het ook. Maar ik vind het gewoon vet om te zien als mensen zoiets doen. Er staan zo'n speedart van Louis. Louis. Fuck, ik vind dat zo kut, hè. Hij komt uit België. Die gozer, een toffe gozer, chille gozer, heeft een speedrun van mij gemaakt. Alleen, de naam Louis. Hij had een video gemaakt van zijn eigen naamtijd. Toen dacht ik van, oh ja, dat is hoe je het uitspreekt. Maar het Frans spreek je de laatste tijd niet uit. Dus dan denk ik Louis, want zo klinkt als een naam. Maar voor mij zegt hij die S wel. Dus het is Louis, volgens mij was dat het. Yes. Wat ben ik aan het doen? Louis, als je kijkt, je bent een toffe gozer. Ik weet alleen niet heel goed hoe ik je naam moet uitspreken. Het spijt me. In ieder geval, hier ga ik dus penis van maken. Zal ik een poll van maken? Zal ik gewoon met reacties doen? I don't know. Zet er een poll in de beschrijving? Doe het met de poll. Doe het anders via de reacties. Als er een poll staat, kijk ik trouwens helemaal niet naar de reacties. Het is gewoon de poll. Want voor de poll hoef je geen account aan te maken. Het is vrij simpel. Je klikt gewoon wat je wil. Je klikt stemmen. Moet ik wel even instellen. 1 keer stemmen. Niet dat ik met de edel, net zoals met edel die heb, dat hij iemand 2 keer gaat stemmen. Dat moet ik niet hebben. Trouwens, dan heb je dus gewoon je stem verneukt. Want je kan maar 1 keer op 1 ding stemmen. Dus dan kan je gewoon zeggen, ja, ik stem op beide. Handig, ja. Moet ik een penis van maken of gewoon een onafgebouwd gebouw van laten? Doe dat, hè. Aardappelen zijn ook heel handig. Voor mij spoelde niet alles weg. Voor mij was er hier 6 die niet wegspoelde. Maar niet uit. Dit wordt een penisgebouw. Dit ga ik sowieso een klein beetje in cheaten. Aangezien een gigantische penis bouwen, waar daar dan nog 20 afleveringen bezig zijn, is niet leuk. Ik cheat dan waarschijnlijk gewoon het hout in, want ik kom er toch niet meer terug, weet je. Ik ga het toch niet gebruiken. Het is gewoon een leuk extraatje. Een penishuis. Goed, wat stond hier? Hier zag ik dirt staan. Er staat, dit is ook zoiets super tofs. Jordi, Darkje, ik kijk veel te weinig in de webcam. Darkje, die was midden in aflevering, ging het internet eruit, ging gewoon een beetje rondturpen hier. Tot hij dit opgeschreven. Jordi, als je dit kijkt, je bent een held. Dit heeft echt mijn dag gemaakt. Voor mij zat hier een zombie villager in. Ah, die is weer uitgegaan. We hadden een zombie villager in gevangen, zodat we die konden een ding om konden geven. Golden Apple, en dan was hij weer normaal. Volgende onderwerp op Twitter trouwens. Ik moet het eventjes afmaken, want er waren nog meer onderwerpen. Jup, zeepalen en je lievelingseten. Nou, zeepalen heb ik een hele bijzondere ervaring mee. Nee, heb ik niet. Ik heb gewoon niks van ervaring met zeepalen. Ja, zeepalen. Ik ben een keertje tegenaan gezwommen in de zee. Ja,
Ik wil bijna zeggen in het zwembad, maar in het zwembad staan geen zeepalen. Een zwembadpalen. In de zee staan zeepalen. Maar ja, zeepalen. Voor mij, het enige wat ik heb, dat ik hier tegenaan ben gesprongen. Zien jullie dit trouwens? Wat nou omhoog komt? Nee, zien jullie niet. Nou, dat was een torrent. Ik ga vanaf de Far Cry 3 opnemen. Hebben jullie waarschijnlijk al de eerste twee afleveringen zelfs al van gezien. Ik heb het in de vakantie een paar uurtjes gespeeld. It's motherfucking awesome. Maar ik wil het moet even opnieuw installeren, want ik wil wel de Nederlandse teksten. En ik had Engelse teksten daar. Dus dat is dat. Verder heb ik deze aflevering 15 minuten verteld. Niks nutters. Maar ik moet nog mijn lievelingseten vertellen. Dat staat er toch? Lievelingseten. Je favoriet eten. Nou kijkers, mijn favoriet eten. Weet je, het is... Ik kan het niet te veel hebben, want dan is het niet meer lekker, weet je. Dat is bij heel veel eten, oh lekker. Alleen als je een week achter elkaar iedere dag friet eet, dan is friet ook niet meer lekker. Nee. dat is dat. Friet is niet lekker als je het een week naar... Als je het een week lang eet, achter elkaar blijft eten. Maar friet is over het algemeen wel lekker. Maar mijn lievelingseten is niet friet. Is denk ik... Lasagne of spaghetti of zo. I don't know. Ik heb echt ik heb voor mij geen echt een lievelingseten. Ja, lievelingseten. Dat is een moeilijk hoor. Dan vraag je toch echt iets. Lievelingseten. Hey, ik heb twee hartjes over. Hoe doe ik dat? Oh, tuurlijk niet springen. En misschien handig om hier iets van een bord ergens neer te zetten waar ik zo meteen dat ik dat toch nog iets nuttigs doe, weet je. Laat als gebouwen achter voor in de stad en voor buiten de stad. Ik wil buiten de stad sowieso mijn skin bouwen. Misschien een grote penistoren nog erbij, weet je, dat ik twee penis heb in deze wereld. Dat vind ik toch echt wel iets leuks, dat het een mooi kenmerk wordt. Een penis in de stad. Kodaaf is weer bezig geweest. Het is een penis in de stad. Ik ben trouwens heel trots op die toren. Ik maak soms wel eens de grap van, oh, hiermee ga ik in Biofrost komen. Oh, ho, ho. Eerlijk, die muur en die toren, ik ben er trots op. Het is echt een van mijn mooiste bouwcreaties ooit. De toren is dan wel heel vierkant. Meestal zijn mijn gebouwen heel vierkant en heel symmetrisch. En wat mij is verteld, is dat je meer random moet bouwen om het vet te laten lijken. Maar ik vind dit wel vet, weet je. Want je kan er nog een beetje doorheen kijken. Dus als er zo meteen hier een creeper loopt, dan zie je hem gewoon. Ook dit is wel leuk, vond ik. Misschien, alleen ik had dacht ik met pressure plates hier aan deze kant. Maar dan komen alle monsters ook naar binnen, want die konden op pressure plates staan. Dus dat moet ik niet doen. Ik moet iets hebben waar alleen spelers naar binnen kunnen. Dus ja, die kom ik lekker veilig als zo'n arrogante koning. Die zeg maar, hier ben ik, lekker in mijn eentje, ik ben veilig. Alle boeren, ze bouwen om mij heen. Die betalen dan superveel huur. Dat ik lekker rijk ben en niks hoef te doen. En ja... Als het oorlog is, mogen ze bij mij in mijn kasteeltje. Mogen de vrouwen en de kinderen bij mij in mijn kasteeltje naar binnen. Oh. De mannen die moeten dan ook nog eens vechten. Dus bij een alleenstaande man moet je lekker de huur niet betalen. Want je hebt er toch helemaal niks aan. Ja. Nog een onderwerp. Oh, je favoriete eten, zeepalen. Wat dat staat er twee keer? Wow, jup, zeepalen en je lievelingseten. Favoriete eten en zeepalen. Wow. Wow. Moet ik nou twee keer vertellen? Wat zijn dit voor praktijken? Ik heb een retweet gehad van Edel. Oh my god, ik ben zo beroemd. Ik krijg een retweet van iemand meer dan 8.000 subscribers. Oh my god, hij volgt me zelfs. Ik voel me zo populair. Oké, genoeg ervan. Als ik zoiets wil gaan doen... Zijn er nou meer stemmen bijgekomen? Ja, er zijn meer stemmen bijgekomen. Nog eentje op Amnesia. Huh. Nice. Ik kijk hier trouwens gelijk eventjes op... de reacties. I don't know waarom ik dit tijdens een video doe. Misschien is het heel onhandig. Wow! Ik krijg allemaal duimpjes omhoog op een reactie. Voor mij denk ik dat het een grap is of zo. I don't know. Iemand zei in de reacties bij Edel hier van... Hey, speel FIFA 15. Alleen, FIFA 15 schrijf je met F en niet met V. En ik had ergens gehoord dat FIFA met een V een tijdschrift is. Dus ik reageer op, is FIFA niet een tijdschrift? En vier mensen die dit een duimpje omhoog geven. Oké, ik ben populair. Waarschijnlijk denk ik dat het een grap is. I don't know. What you wanna do? I don't know what you wanna do. But if we were to battle, I've already won. Ask Gus, you don't wanna face off against me. Oké, sorry. Epic Rap Battles of History. Breaking... Nee.
Walter White versus Jack Grimes, heet hij? Of I don't know. Ik weet het niet. In ieder geval Epic Rap Battles of History, Breaking Bad versus The Walking Dead. Super vet. Ik heb een beetje in mijn hoofd. Ik heb misschien een beetje te vaak geluisterd. Ik vind het gewoon vet. Het zijn allebei vette series. Echt waar. Breaking Bad komt een sequel. Better Call Saul. Van de over de advocaat in de serie. En Aaron Paul, Jesse Pinkman komt erin voor, heb ik gehoord. En het komt in november en ik heb zo motherfucking veel zin in. Super vet. Breaking Bad is mijn favoriete serie. Tot nu toe is het mijn favoriete serie. Er komt vast al nog een keer iets beters. Maar dit is echt zo goed. Dit is echt zo goed. Echt waar. Hoe lang is de opname? 20 minuten. Wauw. Wauw. En weet je wat ik heb gebouwd in deze aflevering? Niks. Weet je wat ik heb gesloopt in deze aflevering? Niks. Weet je wat ik heb gedaan? Ik ben van de toren afgesprongen. En ik heb verteld over zeepalen. Mijn lievelingseten. En mijn ding op YouTube. Fanmail. Yes. Wil je fanmail naar mijn... Oh. Nou, mijn adres zag je niet mooi. Wil je fanmail naar mij sturen? Kijk op Kodaaf. Daar komt een fanmail video. Ik denk dat die daar komt, ja. Dan heb ik daar namelijk gelijk content. Want ik beloof daar iedere week een nieuwe video te uploaden. Maar ik zal je eerlijk zeggen. Een speedrun maken duurt soms wel echt een paar uur. Nee. Het duurt minimaal een uur om een ding te maken. Daarna moet je hem nog een paar keer renderen. Wat op mijn computer heel lang duurt. Want ik heb een vreselijke poepcomputer. Dus dat duurt meest... Een video van 5 minuten. Die duurde voor mij een kwartiertje om te renderen. Dat is 3 keer de tijd, hè. Dat is echt lang. Maar... beter dan eerst. Eerst was het 20 minuten. Was 2 uur renderen. Ja. Dat is pas lang. In ieder geval. Was dit voor deze aflevering? Zou dit het zijn voor deze aflevering? Ik weet het niet. Heb jij genoten? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Vond jij mij nou een mogol? Doe dan een blauw duimpje omlaag. Een blauw duimpje omlaag. Wat zeg ik? Een duimpje omlaag. Laat in de reactie achter van. Hey, je bent echt een mogol. En dan wil ik dat Jochem en Esmee. Shout out naar jullie. Dat jullie weer op reageren van. Voor mij heb je een typfout gemaakt. Hij is gewoon awesome. Want dat maakt mijn dag weer helemaal goed. Voor de rest. Ik ga deze knop heel vaak overhalen. Kan ook, als op zo'n server. Dat was een heel preferred server. Ik ga het IP niet op gewoon noemen of zo, ik weet het IP ook niet meer. Maar dat was zo gozer. En die had een skin gemaakt van een naakt meisje. Had hij allemaal art gemaakt van Minecraft seks. En het was ook zo'n kamer waar zo'n lever zo omhoog stond. En als je dan zo ervoor staat en zo doet. Ja, wacht, ik heb armor aan, dan zie je het niet goed. Ja, je ziet het niet echt goed, hé. I don't know. Nee, je ziet hem niet goed. Daar zag je het in ieder geval beter. Dan zag je dus al die lever als een penis. Was heel grappig om te zien, echt waar. Kon ik mooi omlachen. Kon ik mooi omlachen. In ieder geval, doe een duimpje omhoog als je genoten hebt. Abonneer op mijn kanaal als je meer van mij wil zien. Wow. Wat? Oh, ik dacht dat ik een piston hoorde, maar dat is gewoon een spin die buiten zit. Die gaan we dan even doodslaan, dan maakt het einde van de aflevering wel. Dus als je genoten hebt, doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Abonneer op Edeldier. Waarom? Omdat Edeldier awesome is? Ja, ja, het is awesome. Het is een groot groepje. Het is een soort van groepje als Dus David Games, maar dan zijn wij cooler. Fuck Dus David Games. David, als je kijkt, ik hou van jou. No go, no homo. Je moet trouwens nog steeds slapjes doen. Maar niemand die het ziet. Dus eigenlijk kan ik ook wel schijt aan hebben. Ik ga een nieuwe webcam en microfoon kopen. Ik denk van, hey, dit plug op het einde van alle dingen toch nog tussenin. Ik heb geregeld met waar ik werk, Jumbo, dat ze mij gaan betalen. Het contract was niet opgestuurd, dus ik was daar naartoe gegaan van, hey, godverdomme, waarom betalen jullie mij niet? Blablabla, nieuwe... Een nieuwe rekening, als je wilt dat ik daar meer over vertel. Voor een aflevering. 5 miljoen duimpjes of ik stop met YouTube. Fuck jullie, doe ik niet. Laten we voor deze aflevering wel een doel zetten voor duimpjes. Ik vraag hem nooit om. Laten we een doel zetten. En dan kan ik wel moeilijk gaan doen van... Ja, 20 likes. Maar die haal ik toch nooit. Ik heb voor maar 1 of 2 video's waar 20 likes op zijn gekomen. 10 likes ben ik al super blij mee. Weet je wat we gaan doen? We gaan voor deze aflevering voor 5 likes. Sommige mensen gaan helemaal... Lachen nu van, oh, hij vraagt om 5 likes. Wat is dat? Weinig. Nou, ik zeg dan tegen 10 mensen, fuck jou. Ik ben blij met 5 likes. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar 5 likes vind ik hartstikke tof.
We gaan het gewoon proberen. Halen we meer likes. Super tof. Deze video komt zaterdag online. De morgen zondag. Dat zie je de volgende deel. Deel 52. Die ik waarschijnlijk later deze week ga opnemen. Dus ja. Mijn reacties die jullie achterlaten zal ik waarschijnlijk dan nog niet zien. Volg me op Twitter. Het zat waarschijnlijk in het begin van de aflevering in beeld. Want ik wilde professioneler doen. Dus ik denk, nee, Twitter linkje. In ieder geval, ik ben wel echt een afdwalende outro. Ik heb gewoon veel te veel vel op dit moment. Ik moet trouwens ook nog even vertellen over nieuwe school. Daar wil ik over vertellen. Dus dat kan ik ook voor een aflevering doen. Project wat we in de eerste week doen. Een soort van kennismaaksproject. Het idee is goed. Alleen de uitvoering is belachelijk. Ik stoot mijn arm keihard op mijn kaart. Op mijn kaart. Op mijn kaart. Ik ben gewoon blij dat ik weer video's kan maken. Dus als ik een beetje blij was. Een beetje hier bij deze aflevering. Dan weet je waarom het komt. Ik heb gewoon 6 weken lang geen video's gemaakt. Ik heb gewoon zin om nieuwe video's te maken. En dat doe ik dus nu ook. Dus bedankt voor het kijken. Hopelijk zie je de volgende keer weer. Later mensen. Oh man, dat was echt een kutting. Later.